eerst kopen en dan gaan we kijken wat we er goed mee, wat we mee kunnen doen. En niet eerst van alles bedenken en dan achteraf niet kunnen kopen. Ik bedoel, dat vind ik dus een verkeerde insteek. Dit is Jan van Eck, de nieuwe eigenaar van 50 hectare grond, 8 F-16 shelters, een grote hangar en 2 brandweerkazernes op Vliegveld Twente. Het moet een soort technisch evenementenpark voor volwassenen worden. Maar hoe dat er precies uit gaat zien, dat is dus nog een groot vraagteken. Het klinkt misschien wat vreemd, maar het is niet de eerste grote investering die Van Eck op deze manier doet. We staan hier in de Copra-loods. Hier werden vroeger de kokosnoten opgeslagen. Dit is een onderdeel van de oude UTD-fabriek. Die heb ik in 1996 gekocht. Binnen een paar maanden. En daar had ik eigenlijk geen goed omlijnde plannen mee. Alleen de mogelijkheden die zag ik meteen. En daar hebben we dus een succesvol evenementencentrum van gemaakt, waar dus 130 personen werken momenteel. Van een oude mengvoederfabriek in Utrecht naar Vliegveld Twente. Het lijkt een grote stap, maar Van Eck ziet simpelweg de mogelijkheden. Nou, zoals u weet ben ik dus gespecialiseerd in herbestemming. En dit terrein dat is dermate met toch karakter en mogelijkheden dat het vraagt om een herbestemming. En na het succes van wat we gedaan hebben met de fabriek, is dit een volgende levensfase voor mij. Maar ziet u er wel brood in? Is er wel geld mee te verdienen met zo'n groot gebied? Wat u nu vraagt, dat is een ondernemersgevoel. Ik denk dat dit een heel uniek plekje wordt. Is. En wij gaan er dus al onze energie insteken om daar een succes van te maken, uiteraard. In de komende paar jaar wil Jan van Eck met zijn familiebedrijf 5 miljoen euro investeren. En hoewel hij er alle vertrouwen in heeft, blijft het zelfs voor deze ondernemer toch spannend. Ja, natuurlijk man, natuurlijk is het spannend. Wat dacht jij dan? Ik bedoel, dat is toch niet niks? Ik bedoel, ik vind het is gewoon, het is een hele spannende tijd.